Hoi, hier zien we een limited night edition. En over dat night edition, daar wil ik iets over vertellen. Vaak horen we Ram 1500 night edition. Maar feitelijk is dat geen edition. De edition, de uitvoering, heeft niks te maken met de auto. De night edition, dat is een pakket, een optiepakket, dat je kunt krijgen op het sport, op een Laramie, of zoals hier, op een volle limited. En we hebben al een aantal limiteds binnengekregen die verkocht zijn, maar er zijn er ook nog een paar vrij. Dit zijn de volste limiteds die op dit moment verkrijgbaar zijn. Dat wil zeggen, die hebben niet alleen luchtvering, ALP, adaptive cruise control, blindspot radar detectie, panoramadak, een super chic interieur, luchtvering, had ik al gezegd. Maar die hebben ook ramboxen, een gedeelde klep en een speciale opstap. En over die ramboxen ga ik zo meteen wat vertellen. Over de rambox. Het is echt een hele fijne multifunctionele ruimte waar je voor je hobby's bijvoorbeeld, stel je bent jager, dan kun je je geweren, je munitie, je pistolen kun je hier makkelijk in kwijt. En ze werken allemaal op de centrale deurvergrendeling. Dus afgesloten, daar kan niemand bij. Maar natuurlijk ook voor je werk. Stel je hebt van Hornbach je gereedschap, je accugereedschap. Dan kun je die allemaal hierin kwijt. Ze zijn echt wel diep, die ruimtes onder die ramboxen. Dus dan kun je best veel accu's en gereedschap kwijt. Bovendien is het zo, en dat is heel handig, zit hier een stroomaansluiting in. Ik zal die even laten zien. Kijk, 400 watt. Er zit weliswaar een Amerikaanse aansluiting, maar daar kun je wel een oplossing voor vinden met betrekking tot een adapter of zo. En onder het rijden kun je dus je accugereedschap opladen. Je bent altijd volgeladen op je werk. Hartstikke handig natuurlijk, zo'n rambox. Maar dat neemt wel ruimte in van mijn normale laadruimte. Hè? Vergeleken met een auto die geen ramboxen heeft. Toch valt dat reuze mee. En dat kan ik hier laten zien. Dit is een auto met deelbare achterklep. Je ziet ook de nieuwe step. Kun je heel makkelijk in en uit halen, zo met één beweging. Is een stuk breder dan de vorige en zit op de goede positie om in te stappen. Op het onderste deel van de hendel gaat het deurtje open. Hier ook, andere deurtje open. En je ziet eigenlijk, er is geen verschil. Je krijgt net zoveel kracht en jupilair in de bak als bij een auto waar geen ramboxen in zitten. En dat is super. Bovendien heeft zo'n rambox systeem ook altijd een bed extender of een room divider. Die zie je hier zitten. Ik zal hem eens eventjes wegpakken. Kijk, die hoef je niet zo ver te reiken omdat die deurtjes open gaan. Hier zie je hem zitten. Je kunt dat heel gemakkelijk kun je dat losmaken. Ik zal het niet helemaal doen. Kijk, en dan kun je hem zo verplaatsen verderop. En dat heeft het voordeel dat je kratten bier niet achterin liggen. Hè? Dus ga je naar de winkel, hoef je niet daarin te klimmen. Wat in principe wel makkelijk kan met die bedstel. Maar toch, heel handig item. Proost!